Goedemorgen allemaal. Welkom bij dit webinar over de GDPR en de gevolgen van het inhuren van extern talent. We zitten met een mooi gezelschap van deelnemers die zich hebben ingeschreven voor dit webinar. We gaan het komend uur jullie proberen wegwijs te maken in waar deze wetgeving, die eigenlijk alweer een paar maanden echt van kracht gaat, over gaat. Daarvoor hebben we hier in de zaal de nodige mensen die alle expertise daarover hebben verzameld. Even kort wat introductie. Mijn naam is Julian Ruts. Ik heb samen met Marleen Delieu een paar maanden geleden Next Economy opgezet. En wat wij willen doen in België is eigenlijk een kennisplatform creëren met zoveel mogelijk experts om het met elkaar te hebben over wat is eigenlijk de toekomst van werk, hoe organiseren we werk en dan met name ook van hoe werken organisaties samen met freelancers en hoe werken freelancers samen met organisaties. En dat is natuurlijk ook interessant voor alle organisaties die daar zeg maar tussenin zitten, de bemiddelaars, de VMS'en, de MSP, alle type organisaties die je tegenwoordig hebt om organisaties te helpen met het inhuren van een groeiende groep professionals ook in België. Dat kunnen we doen dankzij de steun die we nu hebben van een aantal van onze sponsors die jullie hier in beeld staan. Die zien jullie ook terug op onze website. Hun kennis delen we graag. Een aantal van deze partijen zijn vandaag ook betrokken bij dit webinar. Goed, genoeg over onszelf. We gaan eventjes hebben over wat we precies gaan doen vandaag. We hebben een agendaatje opgesteld met drie verschillende invalshoeken om het over de GDPR te hebben. En er zit wat ons betreft een zekere logica in deze opbouw in. We beginnen straks met Natasja Engels van Fedegon, die het algemene beeld neerzet over waar moet je als je specifiek bij recruitment en bij inhuur van freelancers nou aan moet denken bij de GDPR. En daarna gaan we eigenlijk twee stapjes dieper. Wat is nou precies de rol van MSP, waar veel organisaties mee werken en die misschien toch een soort van regierol hebben in dit geheel. En als je het hebt over vastleggen van gegevens en het beheren van gegevens, dat doen ook veel organisaties met de VMS. Vandaar dat ook de laatste sprekers daar wat verder over zullen ingaan. Goed, voordat we met het programma beginnen, nog wat korte mededelingen of huishoudelijke mededelingen. Als jullie vragen hebben tijdens het webinar, nou heel graag. Er staat rechtsbovenin een oranje pijltje. Als je daarop klikt, dan komt er een chatbox. Daar kan je je vragen in stellen. We zullen tijdens het webinar naar die vragen kijken. En anders behandelen we ze aan het einde. Dus aarzel niet om die te stellen. Voor de rest worden opnames van dit webinar gemaakt. Dus goed om nu aantekeningen te maken, maar je kan alles ook nog eens een keertje terugkijken. En ook de slides komen nog naar jullie toe. Goed, gaan we snel wel beginnen. We beginnen met het verhaal van Natasja, die ik nu aankijk om te vragen om naast mij te komen zitten. Jij gaat een verhaal vertellen over waar GDPR in zijn algemeenheid over staat en dan natuurlijk specifiek over recruitment. Heb jij een beetje het gevoel dat organisaties er nu echt druk mee bezig zijn of moeten ze nog wakker worden? Uit onze leden blijkt wel dat we enorm veel vragen krijgen en toch wel dat je ziet dat er wel een bewustwording is, nu zeker. Mensen weten wat GDPR is en willen compliant zijn. We krijgen nu enorm veel vragen over hoe de nodige stappen moeten genomen worden. Ja. Ik ben benieuwd. Succes. Ja. Goedemorgen iedereen. Ik ben Natasja Engels. Ik ben juridisch adviseur bij Federgon, de Federatie voor HR-dienstverleners. Misschien even heel kort waar Federgon voor staat. Wij vertegenwoordigen onze leden en wij staan dus onze leden bij in verband met juridisch advies. Wij geven opleiding en wij doen vooral ook lobbyingswerk om de belangen van onze leden zo goed als mogelijk te behartigen in bepaalde juridische dossiers. Zoals jullie kunnen zien op de slides bestaan wij uit 7 commissies, uitzendarbeid, recruitment, outplacement, project sourcing, interim management, learning and development en dienstenchecks. Binnen Federgon en binnen het juridische team leg ik mij vooral toe op de GDPR. Ik probeer mij zo goed als mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen en alle belangrijke punten voor onze leden. En wij proberen dat ook aan onze leden mee te delen op een zo vlot mogelijke manier. Zoals jullie kunnen zien hebben wij dus ook een commissie recruitment, waarbij wij dus ook in aanmerking komen,
in aanraking komen met heel veel vragen uit de recruitmentwereld. Hoe GDPR nu eigenlijk moet worden toegepast op dit topic. En vandaag wil ik jullie daar even kort over brieven. De inhoudstafel, even kort, ik ga een stukje algemeen doen. Wat is GDPR, wat is het belang ervan? En daarna ga ik een kort deeltje in op recruitment. De tijd is beperkt. Ik wil ook graag mijn medesprekers aan het woord laten, omdat zij waarschijnlijk ook hun zeer interessante ervaringen willen delen. Dus vandaar dat we niet in detail in alles kunnen ingaan, maar ik probeer toch een aantal punten uit te lichten die, denk ik, voor jullie interessant kunnen zijn. De GDPR onder de loep. Wat is GDPR? Het is dus een Europese verordening voor degenen die het nog niet moesten weten of er nog niet van gehoord hebben. De afkorting staat voor General Data Protection Regulation, of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Merendeel wordt de Engelse benaming gebruikt. Het is een verordening, dus dit wil zeggen direct toepasbaar op nationaal gebied. Dus we hebben geen vertaling nodig in Belgische wetgeving voor die verordening toepasbaar te maken. Maar die wordt direct toegepast in ons land ook. Op 25 mei 2018 zal dus die verordening definitief in werking treden. Een datum om zeker te onthouden voor elk een van jullie. En daarbij zal ook de Belgische privacywetgeving, die op dit moment nog steeds in voege is, ook verdwijnen. Het doel van GDPR, ook een zeer belangrijk onderwerp om toch even te kaderen wat we daar nu juist moeten onder verstaan. Voor eerst is het doel van de GDPR het uniformiseren van de wetgeving op Europees niveau, dus voor alle lidstaten hetzelfde. Er is ook een doel om de belangen van de betrokkenen, degene waarvan persoonsgegevens worden verzameld, eigenlijk te verhogen. Hè. Er worden een aantal bijkomende waarborgen geboden om dit, de veiligheid van de persoonsgegevens zeker te waarborgen en om een aantal verplichtingen zeker te verstrengen. Er wordt meer informatie voorzien aan de betrokkenen, dus de mensen van wie persoonsgegevens worden verzameld, zullen meer moeten worden geïnformeerd. Transparantie is een van de beginselen van de GDPR. Er zijn er natuurlijk nog andere waar we niet in detail vandaag allemaal kunnen op ingaan, maar een daarvan is inderdaad dus de transparantie. Er moet een transparantiebeleid zijn binnen de onderneming. Jullie moeten vertellen waarom jullie persoonsgegevens verzamelen, welke doeleinden daarvoor nodig zijn, hoe lang jullie die gegevens gaan bewaren, allemaal kadert binnen die beginselen. Een ander heel belangrijk beginsel is de verantwoordingsplicht, die ook duidelijk in de GDPR staat en die zeker voor ondernemingen enorm belangrijk is, namelijk jullie moeten kunnen aantonen dat jullie het nodige doen, de nodige inspanningen, of minstens dat jullie compliant zijn met de GDPR. In geval van inspectie, dat gaan we straks nog op in, moeten jullie kunnen aantonen dat jullie dus alle nodige middelen hebben ondernomen om compliant te zijn. Er is ook nog de hervorming van de privacycommissie, die ook in België wordt voorzien, mede door de verordening. De privacycommissie zal nu dus ook tanden krijgen en er zal een inspectiedienst worden opgericht. Reden waarom iedereen nu ook zoveel aandacht heeft voor de GDPR, namelijk omdat er een inspectiedienst aan toegevoegd wordt. Een aantal belangrijke verplichtingen. Ik heb ze gegroepeerd in drie groepen om het voor jullie overzichtelijk te houden. We kunnen niet in detail gaan. Je hebt een aantal administratieve verplichtingen, wat jullie als bedrijf zullen moeten doen, moeten bijhouden. Een register, een Data Protection Impact Assessment. Jullie zullen moeten documenteren. Technische verplichtingen. Jullie zullen moeten zorgen voor beveiliging. Jullie zullen moeten kijken met jullie IT-afdelingen hoe jullie jullie processen beter kunnen beveiligen. Jullie zullen van in het begin rekening moeten houden als jullie een nieuw project opstarten, dat daarmee rekening wordt gehouden met de GDPR. En jullie zullen ook niet meer zomaar voorafgaand by default mogen aannemen dat iedereen zomaar instemt om zijn persoonsgegevens te gebruiken.
Organisatorische verplichtingen zijn er uiteraard ook. Er zijn een aantal rechten voor de betrokkenen die jullie zullen moeten organiseren. Als een betrokkenen zegt, ik wil mijn recht op inzage uitoefenen, dan zullen jullie moeten bekijken binnen de onderneming hoe jullie dat recht kunnen op ingaan. Er zal in sommige gevallen, afhankelijk van de voorwaarden, een DPO moeten aangesteld worden en er wordt een keuze. Jullie moeten een juiste verwerker kiezen en er zal een verwerkingsovereenkomst moeten worden opgemaakt, waar we ook later in dit webinar verder op ingaan. Het belang van de GDPR, er is dus zoals gezegd een controlemechanisme zal worden ingevoerd. Er zullen inspecteurs optreden om eigenlijk na te gaan of de GDPR wordt nageleefd naar aanleiding van een klacht of op eigen initiatief, een beetje vergelijkbaar met hoe dat we nu een sociale inspectie ook hebben op sociale wetgeving, arbeidsrechtelijk. De boetes zijn zeker niet min, hè. U ziet ze hier staan. Afhankelijk van de inbreuk kan dit dus enorm hoog oplopen. We hebben wel het goede bron vernomen, maar natuurlijk kunnen we daar geen 100% zekerheid over geven op dit moment. Dat het beleid dat gehanteerd wordt na 25 mei een waarschuwingsbeleid zal zijn. En pas daarna, als de waarschuwing gegeven is en er de nodige middelen zijn, als iedereen zegt van oké, we proberen ons in regel te stellen, dat er pas daarna boetes worden opgelegd, als blijkt dat er toch niet de nodige inspanningen geleverd worden. Nu ga ik even verder in op recruitment, GDPR en recruitment, omdat wij vanuit onze federatie toch daarmee meer geconfronteerd worden. Ik zal dat doen aan de hand van een concreet voorbeeld, omdat de GDPR enorm veel verplichtingen bevat, die zeer technisch zijn, maar om het een beetje voor jullie ook boeiend te houden, denk ik dat het nuttig is dat ik het doe aan de hand van een kort voorbeeld. Ik moet wel toegeven dat het niet altijd zeer duidelijk is hoe bepaalde verplichtingen moeten geïnterpreteerd worden. We hebben nog geen rechtspraak, het is allemaal nieuw. Ik weet dat heel veel afhangt van hoe je de juiste argumenten kan vinden om een bepaald standpunt te verdedigen. En vanuit Federgon zijn wij ook voorstander van een enorm pragmatische aanpak. Het is niet de bedoeling dat de GDPR ervoor zorgt dat bedrijven hun activiteiten niet meer kunnen uitvoeren, maar in tegendeel dat er een mindset moet zijn, een wijziging, om met bepaalde gegevens om te gaan. Ik ga met jullie dus enkele punten uitlichten en doorlopen. Bijvoorbeeld, ik denk in de recruitment is het zeer courant dat er iemand een cv overhandigt en daar staan een aantal persoonsgegevens op. Meestal, er zijn een aantal verschillende categorieën. Er zijn algemene, bijzondere en strafrechtelijke. De bijzondere zijn eigenlijk de gevoelige gegevens, zoals ras, godsdienst, seksuele geaardheid. En de algemene zijn eigenlijk de naam, de voornaam, adres, al die dingen, e-mailadres. Dus op een cv zullen meestal wel dergelijke gegevens opstaan, bijvoorbeeld ook hobby's, diploma's. Dus daar staan algemene persoonsgegevens op. Jullie krijgen die cv en jullie moeten eigenlijk nadenken en zeggen van oké, op welke basis mag ik nu die persoonsgegevens verwerken? Er zijn een aantal wettelijke gronden waarop dit kan. Ik heb er een aantal toegevoegd in de slides, niet allemaal. Degenen die absoluut al geen relevantie hebben, heb ik eruit gehaald. Eén daarvan is bijvoorbeeld de toestemming. Heb je nu expliciet toestemming nodig van elke kandidaat die zijn cv komt overhandigen of opstuurt, van heb je daarvan een toestemming nodig om die persoonsgegevens te mogen gebruiken, te mogen opslaan en verwerken? De vraag, dat is inderdaad een zeer pertinente vraag. Mijn inziens, als iemand, de toestemming is een zeer vergaande grond, die moet expliciet zijn, die moet vrijgegeven worden. Dus ik denk hier zou zeker ook kunnen spreken over een gerechtvaardigd belang. Is er iemand die dus het belang is dat die persoon die wil een job vinden, dus men zal een gerechtvaardigd belang hebben om die gegevens te gebruiken om een geschikte dienstbetrekking te vinden. Daarnaast hebben we ook nog de informatieplicht en die kadert dus binnen de transparantie. We moeten dus als men die cv ontvangt van die persoon effectief zeggen oké, hallo, ik ben dit recruitmentkantoor, dit zijn jullie rechten, doen wij met jouw gegevens, we gaan die zo lang bewaren en dan komen we weer tot het laatste punt, de bewaartermijn. De bewaartermijn kan gegeven worden met een exact cijfer, 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar,
of noodzakelijk voor het doel te verwezenlijken. Dus daar moet niet altijd een exact cijfer op geplakt worden, maar daar moet een omschrijving gegeven worden wanneer, hoe lang jullie van plan zijn om die gegevens bij te houden. Het volgende punt en het laatste punt dat ik eigenlijk met jullie kort nog wil doorlopen is de controller versus de processor. In het Nederlands de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker. De verwerkingsverantwoordelijke is dus diegene die het doel en de middelen bepaalt hoe persoonsgegevens zullen worden verwerkt. En ik denk dat dat zeker in het kader voor mijn medesprekers straks wel belangrijk en ook nog eens aan bod zal komen. De verwerkingsverantwoordelijke heeft ook een aantal verplichtingen. En afhankelijk of je als verwerker of als verwerkingsverantwoordelijke fungeert, zullen de verplichtingen verschillen. Dit betekent dat er dus op basis van het register, zoals jullie kunnen lezen op de slides, zijn de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke, de controller, iets uitgebreider dan de processor. Tussen die beiden, dus tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker, moet er een verwerkingsovereenkomst worden afgesloten. Dat staat ook letterlijk zo opgenomen in de GDPR. En daar moeten een aantal verplichte vermeldingen in opgenomen worden, die ook vermeld worden in de GDPR. Het is dus belangrijk, zeker om te kijken met de partners met wie jullie samenwerken, om te bekijken wie nu fungeert als verwerkingsverantwoordelijke, wie als verwerker, om dat zeker duidelijk uit te maken en dan te bekijken hoe jullie de verplichtingen verder gaan invullen. Waarom is het nu belangrijk om dit verschil duidelijk te maken of minstens uit te spitten? Namelijk, ja, de verwerkingsverantwoordelijke, de controller, blijft altijd wel een soort van aansprakelijke voor de betrokkenen, dus degene die, van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Die zal nog altijd aangesproken worden als eerste om te zeggen van kijk, ik wil mijn recht op inzage uitoefenen, ik wil mijn gegevenswissingsrecht uitoefenen. De verwerkingsverantwoordelijke zal dan dat recht moeten inwilligen en zal dat ook moeten doorgeven aan de verwerker, aan de processor. Daarbij moet er ook natuurlijk op toegezien worden dat als jullie een verwerker kiezen, dat jullie nagaan of die beveiliging, dat zij voldoende beveiliging hebben, zowel technologisch als fysieke toegangen. Jullie moeten ook bekijken dat die dus alles in het werk stelt om compliant te zijn met de GDPR. En de verwerker op zijn beurt heeft natuurlijk ook een aantal verplichtingen, namelijk niet enkel de verplichtingen die jullie zagen op de vorige slide om een aantal verplichtingen die in de verordening staan uit te voeren, maar ook in het kader van de samenwerking met de verwerkingsverantwoordelijke moeten zij inderdaad samenwerken, actieve medewerking verlenen. Zij moeten controller informeren bij een datalek. Zij moeten samenwerken voor een DPIA, een Data Protection Impact Assessment. Dus de verplichtingen, zowel op beide partijen, zijn niet min. En ik denk dat het zeer belangrijk is om daarover concrete afspraken te maken in de verwerkersovereenkomst, om dit duidelijk te stipuleren, ook naar aansprakelijkheid toe, hoe ver dit zal gaan. Dan kan ik jullie enkel nog maar melden, een aantal tips meegeven voor de praktijk. Begin nu aan je overzicht, aan je mapping, aan je register. Maak een overzicht van de gegevens die jullie op dit moment verzamelen. Maak dat ook in het register. Je kan je daardoor eventueel laten bijstaan door experten ter zake. Voor dat register op te maken, moet je samen zitten met een verschillende aantal afdelingen. Je legal, je HR, je IT department, om een mooi overzicht te krijgen. Ga ook samen zitten met je verwerkers. Bekijk hoe jullie de afspraken gaan regelen, hoe jullie de verantwoordelijkheden gaan verdelen. Verder is het zeer belangrijk om ook jullie personeel op een adequate en duidelijke manier te informeren en bewust te maken van de GDPR, zodat zij ook in hun dagelijkse handelingen weten waar zij rekening mee moeten houden en waar zij moeten op letten. Gebruik bijvoorbeeld hulpmiddelen. Het kan zeker handig zijn om jullie te begeleiden of om een opstart te maken naar een GDPR-compliant beleid. Wij kunnen enkel zeggen dat wij vanuit Federgon bezig zijn met het opstellen van gedragscodes, dat wij die ook zullen indienen bij de privacycommissie voor onze verschillende commissies, om zo meer duidelijkheid en uniformisering te bieden aan onze leden. Wij voorzien ook modellen. En wij hebben ook de Federgon Selfscan, die een basistool is om toch een aantal verplichtingen
in kaart te brengen en duidelijk te maken en die door onze leden kan gebruikt worden als eerste hulpmiddel. Het is absoluut geen totaalpakket dat als je die zelfs kan invullen, je geen niets meer moet doen. Dat is absoluut niet waar. Maar voilà, dat zijn onze hulpmiddelen die wij aanbieden. Dan kan ik enkel nog maar op het hart drukken dat jullie vooral moeten documenteren en alles goed moeten bijhouden en dat jullie dus een map elektronisch in papier bijhouden om te kunnen aantonen in geval van inspectie dat jullie compliant zijn. Dan kan ik jullie enkel nog maar danken voor jullie aandacht en dan geef ik graag opnieuw het woord aan de anderen. Ja, blijf nog even zitten, Natasja, want een heel helder verhaal. Ik denk dat het een prachtige aftrap is van toch wel een heel ingewikkeld onderwerp. Dat heb je een mooie 20 minuten de hoofdlijnen uiteengezet. Ik denk dat laatste punt waar je het over had, van wie is nou verwerker, wie is nou controller, hoe werk je nou in die keten samen? Want zeker bij inhuren van extern talent of bij recruitment, zie je zeker bij de grote organisaties, en die zitten natuurlijk ook vooral te luisteren, dan zie je natuurlijk steeds meer schakels in die keten. Dat, nou, wat dit complex maakt, is hoe werk je daarin samen? Ja, absoluut. Toch? Ja, absoluut. Dus ik denk dat het inderdaad belangrijk is om te kijken met wie werk ik allemaal samen en hoeveel schakels zitten er in de keten. Ja. En dat je dan onderling dat contractueel ook mooi bepaalt wie verwerkingsverantwoordelijk is, wie verwerker en waar de verplichtingen zich situeren en wie wat moet doen. Ik denk dat contractuele afspraken duidelijker zijn en meer zekerheid. Ja, maar je blijft verantwoordelijkheid houden. Ik bedoel, dat heb je misschien met andere wetgeving, dat je zegt, nou, je moet inderdaad het alle wetgeving. Je blijft in contact met elkaar. Je blijft natuurlijk inderdaad in contact met elkaar en de duidelijke afspraken kunnen er zijn, maar natuurlijk als verwerkingsverantwoordelijke blijf je het rechtstreekse aanspreekpunt voor de betrokkenen en blijf je daarvoor verantwoordelijk. Maar zal je natuurlijk om die rechten en om jouw verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke uit te voeren, zal je natuurlijk de medewerking van de verwerker nodig hebben. Ja. En natuurlijk, ik denk dat een contract, sowieso staat het in de verordening geregeld dat het moet, maar ik denk ook dat dat ertoe aanzet om de verwerker ook ertoe aan te zetten om mee te werken, omdat hij een contract voor hem krijgt die zegt van oké, dat staat erin. En ik denk in geval van betwistingen, als het dan zover komt, dat je dat contract ook kan gebruiken om de verwerker mee in het geding te betrekken als er al schadevergoedingen worden geclaimd. Dus ik denk dat dat een zeer belangrijk middel is. Ja. Goed, nou, ik denk wat duidelijk is dat ook voor iedereen die dit goed geregeld heeft, die in de branche zit, ook van de bemiddeling, dit natuurlijk ook een kans is om de zaken goed te regelen. Absoluut. Oké, nou dankjewel. Gaan wij overschakelen eigenlijk voort op het onderwerp waar we net mee afsloten, namelijk hoe zit het nou precies in de keten. Voor veel organisaties, zeker de grote organisaties, werken tegenwoordig met een MSP. Met een service provider. Nou, wat dat nou precies is en wat dat de rol is, dat wordt het onderwerp van ons tweede luik in dit webinar. Dus mag ik de dame en heer van Tevin uitnodigen en dan kunnen jullie zelf even introduceren. Oké, goedemiddag allemaal, ochtend nog. Bedankt voor deze uitnodiging, Hugo Jong. Bedankt Marleen. Bedankt Next Economy. Alvorens we overgaan tot de toelichting, concrete juridische toelichting en wat een MSP is, stellen we ons ook graag nog eventjes voor. Pieter? Ja, ik ben Pieter. Ik ben werkzaam als jurist bij de Manpower Groep, waarvan dat TAPFIN een onderdeel vormt. En ik zal voornamelijk mij toespitsen op het juridische, praktische, op de juridisch praktische kant. En Ellen, aan jou het woord. Ja, ik ben Ellen Saïs. Ik ben verantwoordelijk voor de Belgische en Luxemburgse operaties met betrekking tot het MSP-luik. Ik werk voor TAPFIN. TAPFIN is wereldleider en marktleider in België als Managed Service Provider of MSP. En ik zal toelichten wat MSP is. Ik heb gezien dat de uitnodigingslijst vrij groot is, heel divers is aan het publiek. Dus ik hoop niet te veel afkortingen te gaan gebruiken en ik zal proberen een duidelijke toelichting te geven. En MSP staat voor Managed Service Provider. Wat houdt dit concreet in? En wat een MSP of een Managed Service Provider kan doen voor bedrijven? Wij zijn een dienstverlening die verantwoordelijk is voor het beheer, voor het inhuren van talent dat uitgevoerd wordt door extern personeel en zijn leveranciers. Extern personeel noemen wij ook vaak contingent workforce. Daar bedoelen we alle talentvormen die aangebracht worden via een ander type contract, zoals er zijn contractors, consultants, freelancers, statement of work consultants, maar ook meer en meer
de uitzendarbeid die ook onder het MSP valt. Voor onze klant zijn we het centraal beheerpunt, mede ook voor onze leveranciers die de aanvragen invullen. Dus met andere woorden, de MSP zal het volledig centrale beheer en proces van start, het definiëren van een behoefte of de aanvraag tot aan de facturatie voor de klant beheren. Wat zijn dan onze verantwoordelijkheden verder naar de klant en de leveranciers toe? Wij staan in voor het algemeen programmabeheer. Dat gaat van intakegesprekken met de hiring managers tot het verdelen van de aanvraag naar onze leverancierspool, het distribueren en het beheer van onze vendor managementpool. Dus de leveranciers die beheerd worden op kwaliteit en aanlevering. Het sourcen en de selectie. De coördinatie van de interviews, on- en offboarding checks, zorgen dat we de klant veiligstellen in het beheren van de risico's en de compliancy. Het leveranciersbeheer gaan we uiteraard, zoals eerder vermeld, ook op onze rekening nemen. En facturatie en rapportering aan alle verschillende interne stakeholders. De meerderheid van een MSP-programma wordt ook ondersteund door een vendor management systeem. Daarin zal mijn collega David ook van ProUnity nog meer uitleg geven. Een vendor management systeem, of VMS, is een technologie die het beheer van de leveranciers en het talent gaat mee stroomlijnen op een efficiënte manier om mee tot het doel van een MSP te komen. En dat is het doel voor bedrijven. Dat staat in voor het centrale beheer, de transparantie te creëren om zo risico, kostsaving en kwaliteit beter te kunnen afstemmen, beheren en anticiperen. Ik ga nu het woord aan Pieter overlaten. Pieter, kan jij verder gaan in de toelichting wat de rol dan is, het juridische kader van een MSP binnen de GDPR? Ja, het eerste wat ik zou willen doen is in feite een beetje hetgeen dat we voor alle klanten doen van de MSP-provider van Tapfin. Is eigenlijk een algemeen kader, maar dan iets specifieker van welke stappen moeten er effectief worden genomen door de klanten in het kader van de GDPR. En dan in de tweede fase gaan we toelichten in welke mate dat de MSP-provider dit kan faciliteren. Het eerste zeer belangrijk punt dat wij ook onze klanten zeggen is het inzicht en het bewustzijn in het gegevenslandschap en in het feit dat er iets op til is, dat die GDPR eraan komt. Het feit dat er zo'n massale belangstelling is voor deze webinar bewijst ook dat er al een serieus bewustzijn is, maar het bewustzijn moet niet enkel bij het management en bij de directie zijn. Het bewustzijn moet ook daadwerkelijk bij de werknemers zijn, bij het personeel. Zij moeten ook beginnen te beseffen dat men niet zomaar onbeperkt gegevens, persoonsgegevens kan verwerken, maar dat men echt zich zal moeten beperken tot de strikt noodzakelijke gegevens. Dus een eerste punt, ten gronde geïnformeerd zijn over de GDPR. Wat houdt dat in? Het kan misschien heel saai klinken voor niet-juristen, maar blader eens door de GDPR, bekijk eens van wat zijn de verplichtingen, volg eventueel een opleiding of laat een spreker binnen de onderneming komen, zodat iedereen zeker van de kernpunten op de hoogte is. In lijn daarmee is natuurlijk het uitwerken van een stappenplan binnen de onderneming op maat van de onderneming. Verder ook een communicatieplan opstellen ten aanzien van de eigen werknemers met bijvoorbeeld de do's en de don'ts, maar ook een interne manual waar dat als zij vragen hebben, zij al eens kunnen naar kijken en die kunnen doornemen. In dit kader kan ik ook zeer adviseren om eens naar de website van de privacycommissie zelf te gaan surfen, waar dat er al wat nuttige informatie staat. Daar staan er ook al enkele templates. Ik dacht ook van het register dat daar een template van bestond. Vragen door de privacycommissie worden wel niet onmiddellijk beantwoord, dus dat is wel iets dat jullie in acht zullen moeten nemen. Een tweede puntje is dan de data mapping, de data inventariseren. Zeer belangrijk en omvangrijk werk. Eigenlijk kijken welke dataflows dat er eigenlijk binnen de onderneming zelf zullen gebeuren. Welke departementen verwerken welke persoonsgegevens? Hoe gebeurt dit? Voor welke middelen en welke doeleinden zal dit gebeuren? Bijvoorbeeld een rondvraag doen bij alle departementen kan zeker geen kwaad om dat allemaal in kaart te brengen. Men kan bijvoorbeeld
persoonsgegevens verwerken bij het fleetdepartement die volledig anders zijn dan bij het HR-departement. Dus het hangt echt wel af van departement naar departement. Dus zorg voor een vorm van rondvraag, zorg voor een soort van mapping. En dat is ook de ideale basis om het dataregister, om als uitgangspunt voor het dataregister dat moet worden opgemaakt voor bepaalde ondernemingen. Bekijk ook in het kader of dat er bijzondere categorieën zijn van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld zijn daar persoonsgegevens in het kader van de gezondheid, die hebben een bijzondere beveiliging onder de GDPR, dus hou daar zeker ook rekening mee. En bekijk voor die data-inventarisatie groep per groep, bekijk welke persoonsgegevens hebben wij van leveranciers, van klanten, van uitzendkrachten, van eigen personeel. En persoonsgegevens gaan ook heel ver, dus een naam, een e-mailadres, een gewoon adres, dat is eigenlijk zeer divers, dus hou daar ook rekening mee. Een volgend punt, een derde puntje, zal zijn natuurlijk de effectieve beveiliging en de dataflow aanpassen. Hoe gaan we die beveiliging in de onderneming zelf implementeren? Heel belangrijk zal daarbij zijn het IT-departement. Hebben wij wachtwoorden, hebben wij firewalls, hebben wij een badge? In het kader van de GDPR is ook een versleuteling en een pseudonymisering van de gegevens vereist. Dus bekijk zeker met het IT-departement hoe dat op poten wordt gesteld. Ook in het kader van een data breach, zorg bijvoorbeeld dat daar een soort van proces is met een melding aan de autoriteiten van een data breach, want eigenlijk volgens de GDPR moet het binnen de 72 uur gebeuren en evalueer ook van tijd tot tijd de genomen maatregelen en eventueel indien jullie maatregelen, IT-maatregelen in kaart worden gebracht, aarzel niet om die ook op te leggen naar jullie suppliers en bijvoorbeeld een lijst op te maken van minimale verplichtingen ten aanzien van de suppliers. Een vierde puntje sluit daar nauw aan toe. Integreer het beleid met technologie. Zorg dat er een minimale gegevensverwerking is, dat er niet te veel gegevens worden verwerkt. En bijvoorbeeld, indien er nood is aan een toestemming van de data subjects, dat die bij wijze van geautomatiseerd verzoek gebeurt. Let er wel op, er moet wel sprake zijn van een expliciete toestemming. Dus een automatisch aanvinken van een hokje volstaat onder de GDPR niet. En dan tenslotte het proces waarbij dat de MSP-provider eventueel de klant kan bijhelpen. Ten aanzien van suppliers kunnen jullie bijvoorbeeld data processing agreements gaan opmaken met daarin de minimale technische vereisten, maar daar ook de verplichtingen onder de GDPR in. Natuurlijk ook bijvoorbeeld in het kader van een data breach werken volledig proces uit. Dan komen we bij het laatste puntje van onze presentatie. Dat is in welke kader dat de MSP de klant kan faciliteren. Dus de MSP is geen data processor officer, protection officer. De MSP gaat eigenlijk niet ervoor kijken dat jullie volledig compliant zijn met de GDPR. De MSP moet eigenlijk voornamelijk zelf zorgen dat zij haar verplichtingen nakomt. De DPO is een vorm van auditor, dat is niet de rol van de MSP. Wat wel kan, is dat er met de klant praktische afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld dat de klant faciliteert dat bepaalde data processing agreements door de suppliers zullen worden ondertekend. Of dat er een vorm van toestemming van de individuen wordt op poten gesteld. En dan geef ik nu nog graag het woord aan Ellen voor iets meer in concreet. Dankjewel, Pieter. Ik vat het nog eventjes samen. Dus de klant of het bedrijf is nog steeds de owner van GDPR. Weliswaar kan een MSP dienstverlener zeker ook een belangrijke rol in vervullen om naar de facilitatie van het volledige proces. Dus hoe de toestemming van de individu wordt georganiseerd, hoe de ondertekening van data processing agreements door leveranciers kan worden georganiseerd, de ondersteuning met het in kaart brengen van de dataflows en ook in de nazicht van de gegevens in de technologie of de VMS. Oké, helder verhaal. Nou, ik blijf nog heel even zitten, want er zijn een paar vragen binnengekomen. Even kijken welke handig zijn door jullie te beantwoorden. Een vraag die ik zelf had, want we zitten ook best wel in een krapper wordende arbeidsmarkt. Organisaties zijn talentpools aan het opbouwen. Nou, daar spelen jullie natuurlijk ook een rol in om eigenlijk de funnel met talenten vol te houden. Of dat nou voor recruitment is of voor freelance, dat kan bij alle twee.
Maar er zit ook met bewaartermijnen met hoe lang je cv's mag vasthouden. Is dat een knelpunt of is dat op te lossen? Dat is van belang. We moeten eigenlijk altijd in acht houden dat er een soort van termijn moet zijn. Men mag niet, zoals dat vroeger het geval was, onbeperkt de cv's gaan bewaren. Dus het moet echt in het kader van een overeenkomst zijn. Bijvoorbeeld als een MSP-provider gegevens krijgt van een freelancer. Als die freelancer stopt en er is geen samenwerking meer met de klant van de MSP-provider, dan zal het noodzakelijk zijn dat die gegevens ook daadwerkelijk worden gewist. Dat die niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard voor de uitvoering van de overeenkomst. Dus ja, dat is een terechte opmerking. Dat is natuurlijk wel in zekere zin gevaarlijk, want met name ook bureaus die zijn natuurlijk... Ja, een bestand, dat is een kapitaal. Mm-hmm. Maar als je dan weer toestemming gaat vragen, mag ik jouw gegevens bewaren mm-hmm. voor een andere opdracht eventueel? Dat zou dan een oplossing kunnen zijn. Eventueel kan er inderdaad worden gewerkt met een toestemming. Belangrijk in dit kader misschien op te merken, dat is dat voor bijvoorbeeld werknemers van een onderneming, dat daar toch een specifieke kanttekening moet worden gemaakt dat werknemers eigenlijk op zich geen echte toestemming kunnen geven om hun persoonsgegevens te bewaren. Dus dat altijd in het kader van een overeenkomst is. Dus zijn daar toch heel veel specifieke regeltjes die zeker in acht moeten worden genomen. Ja. Ik denk een belangrijk punt, zeker ook voor alle bureaus, maar ook voor de recruitment afdeling die met talentpools werken, om goed te kijken van wat mag hierin. Mm-hmm. En vooral ook proactief te zijn in je beleid van hoe hou ik die talentpool toch overeind? Zeker, ik denk dat het onderscheid ook zal moeten worden gemaakt tussen personen, bijvoorbeeld uitzendkrachten die effectief gewerkt hebben, en kandidaten. Ja. Terwijl voor kandidaten denk ik dan eerder dat de gegevensverwerking op basis van een expliciete toestemming zal moeten gebeuren, terwijl voor personen die gewerkt hebben, dat zal gebeuren op basis van de overeenkomst en de wettelijke bewaartermijnen van de arbeidsovereenkomsten. Oké, dankjewel Ellen en Pieter van Tapfin voor jullie verhaal over wat nou precies de rol van de MSP is. Nou, het woord VMS viel al eventjes in de presentatie. Een van de belangrijkste dingen van het GDPR en de complexiteit ervan is dat we juist in die keten werken met leveranciers, misschien een MSP, maar dan ook vaak nog een VMS-systeem. Dat denk ik wel zowel voor leveranciers als voor de grote corporates die met veel freelancers werken. Dus een logisch laatste deel van dit webinar, de slide zien jullie al voor je, is ProUnity. En we gaan samen met David Muldermans en Ruben praten over wat nou precies de rol van die VMS is en wat zij doen als verwerker van data. En welke verantwoordelijkheid en welke rol ze ook voor jullie kunnen betekenen daarin. Dan schakelen we over naar David en Ruben. Welkom jullie ook. Hey Hugo Jan, hartelijk dank voor de introductie. Mijn naam is David Muldermans. Ik ben een van de drie co-founders van ProUnity en ik laat mij vandaag bijstaan door Ruben Roeks. Hij is advocaat bij de firma Timelex en is subject matter expert in de materie met betrekking tot GDPR. Wie is ProUnity? We zijn een HR technology provider, gebaseerd in Brussel en actief op de Belgische markt sinds 2015. En onze aandeelhouders bestaan enerzijds uit twee investeringsfondsen, zijn de Brustart en Cedar Fund, als ook een industry expert, zijn de Securex, en dan hebben we ook een aantal privé-investeerders. Onze opdracht bestaat erin om bedrijven te ondersteunen in het kosteffectiever inhuren en beheren van hun externe medewerkers. En als we kijken naar externe medewerkers, dan richten we ons hoofdzakelijk op kandidaten actief binnen professional services, zoals bijvoorbeeld IT of HR. Maar we richten ons ook naar mediaprofielen, zoals bijvoorbeeld journalisten en fotografen. Om onze missie te kunnen omzetten naar praktijk, hebben we onder andere een platform ontwikkeld. Zoals Hugo Jan net al heeft verteld, zijnde een VMS. En wat is een VMS? Een VMS is een platform dat bedrijven toelaat om de processen met betrekking tot inhuur en beheer van hun contingent workers te gaan automatiseren en te gaan stroomlijnen. Dit betekent dus dat wij beschikken over heel wat data. Data die enerzijds komt van
de inhuurders, maar ook data die komt van de groep van freelancers of data die komt van dienstenverleners die zich inschrijven op het platform. U begrijpt dus dat de impact van de nieuwe GDPR-regelgeving voor een platform zoals een VMS vrij groot is. Vandaar ook de ondersteuning door Ruben Rux. En ik geef graag het woord aan Ruben, die het woord verder zal overnemen. Dankjewel, David. Goedemiddag iedereen, ook van mijn kant. Het is daarnet ook al door de vorige sprekers aangehaald. En eigenlijk het eerste waarbij ik zou willen beginnen om dat topic of de rol van de VMS onder de GDPR toe te lichten, is de vraag naar de kwalificatie. Wat is juist de rol van een VMS-provider wanneer die al die persoonsgegevens verwerkt van de freelancers voor de klanten van het VMS? Wanneer men, het is daarnet ook al kort aangehaald in de vorige presentaties, wanneer men een kwalificatie wil doen van een bepaalde actor onder de GDPR, dan moet men zich afvragen, is het enerzijds een verwerker of is het een verantwoordelijke? Want de verantwoordelijke voor de verwerking die heeft een pak meer verplichtingen gekregen onder het wettelijk kader dan die verwerker. Vandaar het belang van de vraag toch even goed te beantwoorden. Dan moeten we ons natuurlijk de vraag stellen, wanneer is iemand verantwoordelijk onder die GDPR? Wel, de verantwoordelijke is degene die het doel en de middelen van de verwerking bepaalt. Het is dus de vraag naar waarom doe ik een bepaalde verwerking van persoonsgegevens en wat gebruik ik om die verwerking van persoonsgegevens te gaan doen. En op de slide ziet u dat ik het probeer te schetsen met die bullseye en met die toolkit om aan te geven het doel en middelen. Initieel, dat merken we toch in de praktijk dikwijls, heeft men de neiging van wanneer het gaat over een softwareleverancier of een online service, van rap het label verwerker op te plakken. En men gaat er eigenlijk vanuit van, ja, kijk, die softwareleverancier die verwerkt persoonsgegevens in opdracht van zijn klanten die de applicatie of de dienst gebruiken. En vanuit die optiek blijft hij maar verwerker. Hij bepaalt niet zelf doelen en middelen van de verwerking, het is zijn klant die beslist waarom bepaalde persoonsgegevens in de applicatie of in de dienst worden verwerkt. En het is ook de klant die beslist om juist die applicatie of die dienst te gaan gebruiken. Ik wil er eigenlijk vandaag op wijzen dat die kwalificatie, mijn inziens, eigenlijk helemaal niet zo correct is. En de reden is dat veel VMS-providers zelf in belangrijke mate het doeleinde van verwerking van persoonsgegevens gaan bepalen. Het gaat hier dan specifiek natuurlijk over de persoonsgegevens van al die freelancers die in dat platform zitten. Het is inderdaad de VMS-provider die in eerste instantie via zijn platform al die freelancers toelaat om zich te registreren en al dus al die persoonsgegevens binnenkrijgt. Dat is een doeleinden dat op dat moment in de relatie tussen de VMS-provider en de freelancer geheel bepaald wordt door de VMS-provider en door niemand anders. Verder is het ook de VMS-provider die die gegevens zal gaan gebruiken om bepaalde matchings te gaan doen tussen een freelancer en een klant, hè, om daar dus een relatie op poten te zetten. Ook daar wordt dat doeleinde minstens mede bepaald door de VMS-provider. En tot slot, en dat is niet onbelangrijk, want dat geldt eigenlijk voor de meeste online dienstverleners. Veelal zullen persoonsgegevens ook gebruikt worden om de dienstverlening as such op zich van die systematisch te gaan verbeteren. Dat is dus een nog bijkomende doeleinde waarvoor persoonsgegevens worden aangewend. Een doeleinde dat natuurlijk geheel bepaald wordt door de VMS-provider. Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb aangetoond dat eigenlijk het aanduiden van een VMS-provider als een loutere verwerker niet strookt met de realiteit. En het is exact die realiteit waarnaar de GDPR, of de privacywetgeving, zo uitdrukkelijk kijkt. We moeten dus eerlijkheidshalve vaststellen dat de VMS-provider wel degelijk een verantwoordelijke is en in veel gevallen zelfs gezamenlijk verantwoordelijk zal zijn met zijn klanten. Nu, deze observatie maakt eigenlijk dat we voor heel veel dienstverleners in de keten, heel veel online dienstverleners, moeten vaststellen dat men dikwijls in die verhouding
in die rol van verantwoordelijke zal zitten. Hè. In heel veel gevallen zal men toch minstens mede met de klant dat doeleinde gaan bepalen. Nu dat we hebben vastgesteld dat de VMS-provider eigenlijk de rol van verantwoordelijke draagt, dan moeten we natuurlijk ook eens gaan nadenken, wat betekent dat dan voor de freelancers, wat betekent dat voor de klanten, het feit dat die VMS-provider nu ook minstens gezamenlijk verantwoordelijk is. Wel, we hebben het daarnet al gehoord in de vorige presentaties, eerst en vooral heeft dat natuurlijk een impact op de contractuele relatie tussen de VMS-provider en de klanten. Want inderdaad, normaal zou men verwachten van een verantwoordelijke naar verwerker overeenkomst te moeten opstellen, maar in dit geval, omdat de VMS-provider dus een verantwoordelijke is, zitten we met een verantwoordelijke naar verantwoordelijke of een controller-to-controller verhouding. Dat hoeft op zich absoluut geen belemmering te zijn, wel in tegendeel, die verhouding maakt dat de VMS-provider als gezamenlijke verantwoordelijke met zijn klanten, die klanten ook op substantiële wijze kan bijstaan om hun eigen verantwoordelijkheden als verantwoordelijke goed na te komen wanneer dat zij die persoonsgegevens van de freelancers zouden gaan verwerken. En ik zou u nu in een paar slides willen tonen hoe dat die VMS-provider u op een aantal punten echt kan bijstaan als klant bij het nakomen van uw eigen verplichtingen als verantwoordelijke. Een eerste verplichting die iedere verantwoordelijke voor de verwerking en tot op zekere hoogte ook iedere verwerker heeft, is het bijhouden van het zogenaamde register. Het register is daarnet ook al aangeraakt geweest in de eerste presentatie, hè, maar het komt er dus op neer dat u eigenlijk van al uw verwerkingen binnen de organisatie een inventaris moet gaan opmaken en gaan bijhouden per verwerking wat voor categorieën gegevens er verwerkt worden, wat voor types... Van welke types datasubjecten liever worden die gegevens bijgehouden? Hoe lang worden ze bijgehouden? Waarom worden ze bijgehouden? Enzovoort. Dat is best een stevige administratieve verplichting. En dat creëert best wel wat administratieve overlast, als ik het zo mag zeggen. Nu, eerlijkheidshalve moet ik aangeven dat de GDPR niet voor iedereen voorziet in de plicht om zo'n register bij te houden. De wetgeving zelf voorziet dat voor organisaties, ondernemingen, die kleiner zijn dan 250 werknemers, dus de KMO's, dat er daarvoor eventueel een uitzondering bestaat op die registerplicht. Sommigen van u zullen misschien die uitzondering al zijn tegengekomen in de GDPR. Nu, onze privacycommissie in België, die heeft een schemaatje gemaakt om eigenlijk eens te gaan kijken in welke hypotheses u als organisatie met minder dan 250 werknemers effectief kan ontsnappen aan die registerplicht. Het schemaatje dat u hier op de slide ziet, dat komt rechtstreeks van de privacycommissie en u kan dat ook terugvinden op de website van onze privacycommissie. U ziet in het watermerk de URL. En als we dat schemaatje bekijken, dan zien we, de eerste stap is kijken, heb ik minder dan 250 werknemers in dienst? Ah, als het antwoord daar ja op is, dan moet ik wel nog 3 subvragen beantwoorden om zeker te zijn dat ik effectief geen register moet bijhouden. Die 3 subvragen zijn eigenlijk 3 uitzonderingen op de uitzondering voor KMO's om geen register te moeten bijhouden. En als u ze doorloopt, dan zal u vrij snel vaststellen dat voor de meeste organisaties de uitzondering om geen register te moeten bijhouden nagenoeg nooit van toepassing zal zijn. Want men kan misschien wel ontsnappen aan die eerste stap, waar wordt gezegd van ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens, hè, voor heel wat organisaties is dat best mogelijk. Eventueel ook die tweede stap, waar dat er wordt gezegd, kijk, mijn verwerking is niet bijzonder riskant. Maar die derde stap, daar ontsnapt men eigenlijk bijna nooit aan. Hè. De vraag naar, is een verwerking regelmatig of niet incidenteel? En zeker voor organisaties actief in de HR-sector, zal men moeten vaststellen dat verwerking van persoonsgegevens nagenoeg altijd regelmatig plaatsvindt, dus zeker niet kwalificeert als niet incidenteel. Dat betekent ook dat voor nagenoeg alle organisaties in de HR-sector, dat men zal moeten vaststellen dat een register moet worden bijgehouden, ook al is die organisatie kleiner. Zo'n register bijhouden, hoe ziet dat er nu uit? Wel, de GDPR zelf bepaalt niet zozeer de vorm van hoe dat men dat moet doen. Daar is men een beetje vrij in. De privacycommissie in België heeft een voorbeeld gemaakt van hoe zo'n register er zou kunnen uitzien. En zij heeft gewerkt met een Excel. De Excel zelf is gemaakt door Smals.
En Smalls heeft eigenlijk al de verplichte elementen voor het register uit de GDPR gehaald en die op een min of meer overzichtelijke wijze in een Excel-file gemikt. Daar houdt u uiteraard niks tegen om als organisatie gewoon deze Excel te gaan downloaden van de website van de Privacy Commissie en die als registertool te gaan hanteren. Nu, ik heb hier maar een klein extract van de Excel getoond op de slide. Als u de Excel zou downloaden, dan zal u zien dat er heel wat verschillende kolommen en zelfs verschillende sheets in te vullen zijn. Dus dat is zo'n register bijhouden, dat vraagt best wat informatie die verzameld moet worden en moet worden ingegeven. Waarmee ik eigenlijk wil zeggen, is dat niet voor iedereen zal een Excel de aangewezen werkwijze zijn. Want finaal moet u het register voor uw hele organisatie kunnen bijhouden en u moet dat ook kunnen voorleggen aan de bevoegde privacyautoriteiten. Voor België is dat dan de privacycommissie of de gegevensbeschermingsautoriteit, zoals ze zal heten, vanaf volgend jaar. Voor sommige organisaties kan het dus handiger zijn om niet te werken met een Excel, maar een andere tool die men commercieel ondertussen op de markt vindt. Er zijn er ondertussen een hele hoop. Nu, niettemin, wat u ook gebruikt als wijze om het register bij te houden, het blijft een omvangrijke oefening. En ik denk dat er hier een grote meerwaarde is voor uw VMS-provider om u daar ook als klant in bij te staan, hè, om dat register bij te houden. Want de VMS-provider zal het voor zijn eigen platform moeten doen, heeft dus ook de beste kennis, de meest gedetailleerde kennis over welke gegevens van de freelancers er nu juist allemaal verwerkt worden, wat er allemaal in het systeem zit, en zal dus ook als beste geplaatst zijn om daar een nauwkeurige mapping van te maken. Waarmee ik dus eigenlijk gewoon wil aangeven, in de praktijk, denk eraan om ook aan uw dienstverleners, waar mogelijk, eens te vragen of zij u niet kunnen bijstaan in de verplichting die u als klant hebt onder de GDPR, want daar is uiteraard ook voor uw dienstverleners eigenlijk een belangrijke bijstandsrol weggelegd. Tot zover een korte uiteenzetting over die registerplicht en de meerwaarde die een VMS-provider daar kan bieden. Als laatste puntje wil ik nog even de informatieveiligheid vermelden. Ook informatieveiligheid is een verplichting voor verantwoordelijken en verwerkers. Men moet garanderen als verantwoordelijke en als verwerker dat de persoonsgegevens die u verwerkt, dat die op een veilige manier worden verwerkt. De GDPR zelf spreekt van het nemen van passende maatregelen, zowel technisch als organisatorisch, om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Daarbij zegt de GDPR dat uw maatregelen aan de ene kant state of the art moeten zijn. Dus u moet rekening houden met de state of the art liever. Waarmee men eigenlijk wil zeggen, u moet niet afkomen met technische maatregelen die al lang achterhaald zijn. Bijvoorbeeld een vorm van encryptie die al 200 keer gekraakt is. En langs de andere kant mag u ook rekening houden met de kosten voor een bepaalde maatregel. Dus u mag enerzijds kijken liever naar de state of the art en anderzijds naar kosteffectiviteit. Om te bepalen of iets kosteffectief is, moet u goed voor ogen houden dat de GDPR werkt met een risicogebaseerde benadering. Dus u kijkt wat voor type persoonsgegevens verwerk ik hier. Zijn dat gevoelige, zijn dat geen gevoelige? Wat voor types dreiging staan er tegenover de verwerking van deze persoonsgegevens? U maakt een risicobeoordeling en op basis daarvan kan u dan gaan bepalen, gelet op de state of the art en de kostenefficiëntie, wat de meest aangewezen veiligheidsmaatregelen zijn. De GDPR heeft ook een aantal voorbeelden van veiligheidsmaatregelen, waaronder pseudonymisatie, encryptie. Het zijn voorbeelden, dat wil ik wel heel duidelijk benadrukken. Het is niet zo dat voor elke verwerking ten alle tijde alles moet geëncrypteerd worden, zeker niet. Het zijn maar voorbeelden van veiligheidsmaatregelen. En verder geeft de GDPR ook aan dat u zeker een incident management en business continuity plan moet voorzien. U moet de nodige stappen nemen om de confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. En al die veiligheidsmaatregelen die u zo neemt, al die plannen die u zo op poten zet, die moet u dan ook regelmatig testen. Kijken of dat ze nog in overeenstemming zijn met wat ze moeten bereiken. En indien er bepaalde gaten zijn of zwaktes, dan moet u uiteraard uw plannen en maatregelen updaten. U merkt, informatieveiligheid, dat brengt best wel een hele hoop verplichtingen met zich mee en is niet noodzakelijk zo eenvoudig om te bewerkstelligen. En ook daar kan natuurlijk uw VMS-provider u terdege bijstaan. Want als gespecialiseerde eigenlijk informatica-dienstverlener heeft hij natuurlijk de nodige ervaring en capaciteiten in huis om een heel belangrijk deel van die informatieveiligheidsverplichtingen
voor de verwerking van persoonsgegevens van al die freelancers, om dat op een professionele manier te kunnen waarborgen. Dus daar is ook een belangrijke meerwaarde weggelegd voor de VMS-provider. Daarmee kom ik tot het einde van mijn uiteenzetting. Dan geef ik graag het woord terug aan Hugo Jan. Ja, dankjewel Ruben. Een hele heldere uiteenzetting, denk ik. Ik heb hier nog een paar vragen, ook vanuit de vorige webinars. Misschien dat we die nog even met elkaar kunnen bespreken. Je hebt het een paar keer gehad over, Ruben, de verschillende rollen van de verantwoordelijke en van de processor. Een van de luisteraars die stelt de vraag van dat kunnen ook één persoon zijn. Dus die twee verschillende rollen kunnen ook bij één organisatie liggen. Klopt dat? Ja, in principe is er inderdaad geen belemmering dat eenzelfde organisatie zowel verwerker als verantwoordelijke kan zijn. Men moet in principe altijd kijken naar de verwerking en de doeleinden waarover het gaat. Wat echter niet kan, en dat is iets waar dat de gegevensbeschermingsautoriteiten in heel Europa heel argwanend tegenover staan, of heel terughoudend tegenover staan, is het feit dat men voor eenzelfde verwerking en op eenzelfde dataset van persoonsgegevens zou zeggen: ah, ik ben nu even verwerker en een beetje later verander ik van hoed en word ik verantwoordelijke. Met andere woorden, voor deze verwerking ga ik eerst in opdracht van mijn klant bijvoorbeeld handelen en een beetje later ga ik met die persoonsgegevens toch van alles doen voor mijn eigen doeleinden en word ik verantwoordelijke. Dat is natuurlijk een wijze van werken die op zeer gespannen voet staat met wat de GDPR juist wil doen met de toekenning van die rol van verwerker en verantwoordelijke. Ja, het thema wat daar een klein beetje op inhaakt en ook een andere vraag die hier gesteld is, is van wat moet je nou doen met talentpools? Hè? Oftewel, je hebt kandidaten, je hebt een bestand van kandidaten opgebouwd, misschien als bemiddelaar, misschien als opdrachtgever. Mensen passen niet precies op de rol waar ze voor gesolliciteerd hebben, maar je wil ze wel graag in je bestand houden om misschien na 2, 3, 4 maanden weer eens te benaderen voor een andere rol. Nou, Natasja heeft in het begin al uitgelegd die bewaartermijnen. Na een maand moet je gegevens eigenlijk weggooien. Kan je nog wel talentpools opbouwen? Ja, uiteraard staat er niks aan in de weg om nog met die talentpools aan de slag te gaan. Waar het uiteindelijk op zal aankomen, is eerst en vooral te zorgen dat aan al de betrokkenen die in die talentpool eindigen, vandaar de noodzakelijke informatie aan te geven, dat u ook duidelijk communiceert waarom dat u persoonsgegevens verwerkt, onder andere om de profielen eventueel voor latere gelegenheden nog te gaan aanwenden. Dus informatie is daar cruciaal. En wat betreft aan die bewaartermijn, het is toch belangrijk om op te merken dat de privacycommissie in België een vrij pragmatische houding aanneemt ten aanzien van die bewaartermijn. Eigenlijk wordt er nergens echt vereist dat u een kwantitatieve grens op die bewaartermijn plakt. Wat wil zeggen, u moet niet gaan voor 5 jaar, 2 maanden, 1 dag. U mag ook werken met een meer kwalitatieve beoordeling, bijvoorbeeld in het licht van de doeleinden die u hebt gecommuniceerd aan al de betrokkenen. Dus dat is zeker een manier om toch nog die talentpools verwerkingen te mogen doen. Oké, heel helder. Ik denk dat hier ook wel heel belangrijk is, dat zeg je ook, van dat je vooraf klip en klaar communiceert van waar welke gegevens gaat verwerken. En zoals al eerder geconstateerd, hier mag je natuurlijk ook wel een stukje van uitgaan dat mensen die solliciteren op een baan daar ook een zeker belang bij hebben, dat ze dan weer benaderd worden. Heldere communicatie is denk ik heel belangrijk. Je liet een mooi schema zien over de registratieplicht. Er stond één woordje tussen, dat is ook al eerder genoemd, over riskante verwerking. Wanneer is nou iets een riskante verwerking? Wanneer er riskante verwerking is, wel, vanuit het oogpunt van de GDPR, moet men dan eigenlijk kijken naar wat is de impact van een verwerking op de rechten en de vrijheden, zoals dat zo mooi heet, van de betrokkenen. En dat betekent eigenlijk, u moet dus afvragen, wat is, wanneer ik een verwerking doe, nu de reële impact op, ik zou het bijna durven zeggen, het leven van een persoon. Wat zijn de gevolgen die iemand kan verwachten wanneer u die persoonsgegevens verwerkt? Een voorbeeldje. Wanneer men financiële gegevens over u zou verwerken, in C niet direct gevoelige gegevens in de zin van de GDPR, ja, moest daar iets met die financiële gegevens gebeuren over uw inkomen, over bepaalde schulden die u heeft, dat heeft natuurlijk een zeer reëel gevolg voor u in uw dagelijks leven. Hè. Dat heeft bijvoorbeeld een gevolg naar uw kredietwaardigheidsbeoordeling. Dus dat type van verwerking van die financiële gegevens kan dan gezien worden als een riskante verwerking.
En daar stelt de GDPR dan wel een aantal noodzakelijke verplichtingen tegenover. Ja, ik denk wat hier nog wel goed is om te benoemen, hè, we hebben het hier ook over freelancers, dat ja, allerlei bedrijfsgegevens, hè, dat zijn, van de freelancer natuurlijk heel vaak ook wel weer terug te koppelen zijn naar de persoon. En dus dat ook dat soort bedrijfsgegevens van die freelancer natuurlijk ook wel onderdeel maken van het hele pakket aan persoonsgegevens. En misschien nog een laatste vraag en laat ik anders daar even het antwoord op geven. Van, ja, hier wordt hier gevraagd, assessments die je doet met kandidaten, maar ook onderdeel van de persoonsgegevens. Nou, het simpele antwoord daarop is ja. Eigenlijk alle gegevens die je verzamelt voor de mensen, dus dat zijn ook aantekeningen bij een sollicitatiegesprek of als je als bureau bijvoorbeeld een kandidaat voordraagt aan een opdrachtgever en je doet daar aantekeningen bij, dat hele pakket aan informatie die je verzamelt over een persoon, die terug te leiden zijn naar persoon, dat maakt allemaal onderdeel uit van de persoonsgegevens en zaak daar dus goed en zorgvuldig mee om te gaan. Ik denk met name dat stukje, dat wordt nog wel eens onderschat door recruiters, dat het dus wel een heel breed terrein is. Goed, gaan we afsluiten. Natasja, Ellen, Pieter, David en Ruben, jullie enorm bedankt voor jullie inhoudelijke inbreng. Volgens mij hebben we een mooi webinar gehad en veel basisinformatie gedeeld natuurlijk. Ik denk dat zelf veel organisaties nog hard aan de slag gaan met onderwerpen. Nou, we hebben hiermee proberen jullie wat wegwijs te maken, beste kijkers. Dank ook jullie voor de aandacht en de vele vragen die jullie gesteld hebben. Er komt nog een opname van dit webinar naar jullie toe. We zullen ook nog een kort verslag maken voor op onze website Nexconomy. En dan kunnen jullie alles nog eens een keertje teruglezen en misschien nog delen met collega's. Nogmaals, hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid en graag tot de volgende keer.